Ja, de polders. Ja, je ziet ook de polderwegen ideaal om te joggen, te wandelen, te fietsen. En hier terug aan de rechterkant zicht op het Sint-Willibrordus Basiliek van Hulst. De paden naast de N290 zijn best leuk, zoals hier. Je hebt de keuze direct de linkerkant polderwegen of aan de rechterkant even verder het fietspad. Dus hier ook een in- en uithang van Hulst. Laat ons zeggen Hulst via de dubbele poort verder. En dan rechterkant richting Kloosterzande. Of eventueel dan naar links richting Terneuzen, met onderweg dus ook de dorpen Vogelwaard en zo verder. Ik heb even die tractors laten voorbij gaan, want dat is hier natuurlijk ook wel de route van de tractors en die mensen hier die werken op het land. Dat is ook de reden waarom dat vaak er een bord staat, plaatselijk verkeer of fietsers, bromfietsers en dus de wagens toch wel worden verwezen naar de N290. Nog even een sportclub. Er zijn veel sportieve fietsers natuurlijk, maar het is wel ideaal om hier je kilometers te trainen zonder te veel hinder. Ik heb ook de mogelijkheid hier naar rechts via het fietspad langs het dorp Ter Hole, oftewel verder te gaan via de polderwegen. Het is mooi weer en het is daar ligt de dag, dus de polderwegen zijn wel ideaal. En hier aan de rechterkant is ook de route als men komt van Kloosterzande of Vogelwaarde, Terneuzen hier. Dan kan men even de rechterkant inslaan, rechtdoor en zo naar het busstation van Hulst. Ik ga hier toch nog even oversteken, omdat ik via een andere route zal gaan. Dus ook een polderroute, maar even verder. Dus dat, die andere polderroute is wel via Ter Hole. Vandaan hier, van deze route sla ik in op een andere polderroute. En ik ben heel snel thuis, via het Havendijk. Je ziet vele combinaties mogelijk. Ik zeg bij mooi weer, waarom niet? De polderroutes zijn perfect en gaan vlot.